Welkom bij weer een nieuwe video van Kees aan de Kook. Het is maandag, 3 uur, de hoogste tijd. We zijn weer terug. Zoals ik afgelopen week al gezegd heb, na een lange afwezigheid, wegens drukte, vakantie, ja, en 3 keer in de week kookvideo's delen is wel heel erg veel. Dus ik had al verteld, we gaan terug naar 1 keer in de week en dat blijven we nu doen. Dus elke maandag, 3 uur sharp en we zijn weer terug. Vandaag gaan we een heerlijk pasta gerecht maken. En wat het precies is, dat vertel ik jullie straks. Zo, ik zei al, we gaan een heerlijk pasta gerecht maken. We gaan een gerecht maken met orzo pasta. Dat kent misschien niet iedereen. Het lijkt een beetje op rijst, maar het is pasta. Die moet je 7 minuutjes koken als je gaat eten. Maar daarover straks meer. Voor de rest is het eigenlijk een soort overschotel. En wat hebben we allemaal nodig? 3 takjes oregano. Een bosspat peterselie. 500 gram kleine tomaatjes. 700 gram kippendijenreepjes, 1 groene paprika, 1 ui, 4 teentjes knoflook, olijfolie, spinazie, nou, de pasta had ik al gezegd, hè? 400 gram Griekse feta en paprika poeder. Zo, dan gaan we beginnen met maken. Ik heb als eerste de oven alvast aangezet op 180 graden. Dan kan die mooi even voorverwarmen. Dan gaan we nu de kip marineren. Met paprika poeder, nou, dan moet je maar een klein beetje op gevoel doen. En olijfolie. Zo. Even goed mengen. Ik kijk meestal naar de kleur, of dat er genoeg in zit. Dat het goed rood is, zeg maar. Doe er nog een heel klein beetje bij. Zo. Zo, als het allemaal goed gemengd is, dan zet je deze even opzij. Dan kan het een heel klein beetje marineren. En dan gaan we de kip zo meteen bakken. Even op snij. Dan gaan we beginnen met tomaatjes door midden te snijden. En die doe ik gelijk in een ovenschaal. Zo, ik heb bijna alle tomaatjes gesneden. Door de midden gesneden. Ze liggen in de ovenschaal, dat zal ik jullie zo meteen laten zien hoor. Zo, tomaten gaan gesneden. Kijk, hier heb ik gewoon een mooie zwarte ovenschaal gedaan. En daar gaat zo meteen de rest ook bij. Dan gaan we de oregano en de peterselie hakken. Die gaat er ook bij. Peterselie is gehakt. Doe het niet al te fijn. Er blijft wel een beetje structuur over. Dat gaat ook in de ovenschaal. Dan hebben we nog 1 groene paprika. Die gaan we even in blokjes snijden. Zo, laatste stukje paprika. Ook in blokjes en die gaan ook weer in de ovenschaal. Zo, dan hebben we hier de feta. Brokkelt er natuurlijk een beetje, maar maakt niet zoveel uit, want het maakt er niet zo uit hoe groot je ze snijdt, want dit moet zo meteen toch smelten in de oven. Thank you.
Zo. Laatste feta erbij. Deze aan de kant. Gaan we nu, pak nu even de ui en de knoflook, maak even schoon en dan gaan we die daarna er ook bij doen. Zo, ik heb inmiddels de ui en de knoflook schoongemaakt zoals jullie kunnen zien. Dan gaan we de ui even snipperen. Niet te fijn, want anders dan lost het natuurlijk allemaal op dadelijk in je ovenschotel. Ook gewoon erbij in de ovenschaal. Ik zal jullie zo meteen laten zien hoe het eruit ziet, want dan gaan we het nog even mengen. Zo. Ook erbij. De knoflookteentjes even hakken. Ik zeg expres hakken, hè? Niet, ik doe het niet in de knoflookpers. Voor dit gerecht vind ik dat te fijn. Want het moet best wel zo meteen even een kwartiertje in de oven. En dan als je gaat eten, dan moet je het weer eventjes 5 à 10 minuutjes in de oven doen. Dus die knoflook die krijgt wel genoeg garing mee, zeg maar. En anders dan zou het oplossen. Je wilt toch een beetje structuur houden. Hou het ongeveer zo grof. Kun je goed zien zo. En dit gaat ook weer in de ovenschaal. Laat ik even de ovenschaal erbij pakken. Kijk. Zo ziet het eruit als je alles erbij gedaan hebt. Zo, dan gaat er peper en zout bij. Ik heb het alle twee uit de molen. Dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Ik heb hier Himalaya zeezout. Het is wat grover. Lekker wat erbij. En dan olijfolie erbij. Zo. En dan gaan we het even goed mengen. Goed verdeeld is, goed door elkaar gemengd. Zo. Het ziet er nu al heerlijk uit, al zeg ik het zelf. Kun je het goed kunnen zien, goed door elkaar gemengd. En de oven is inmiddels op temperatuur 180 graden. Daar gaan we nu ongeveer een kwartiertje in doen. Wat belangrijk is dat het eigenlijk een beetje prut begint te worden. Dus dat het tomatengaar zijn, dat de feta een beetje gesmolten is. Dat ga ik nu doen en ondertussen gaan we de kip bakken. Zo, kijk, ik heb de pan goed warm gemaakt. Ik heb een mooie braadpan zoals jullie kunnen zien. Goed warm gemaakt. Klein beetje olijfolie nog in de pan gedaan. En zo bakken we de kip gewoon even mooi. Snel aan en dan zetten we hem uit en dan als de ovenschaal uit de oven komt, dan mengen we het met het tomatenfeta mengsel. Zo, de ovenschaal is uit de oven. Je ziet dat het een beetje prut is geworden eigenlijk. Dan gaan we nu de spinazie erdoor mengen.
gebakken kip stond hier nog. Vocht uitgekomen van de olijfolie, die doe ik er gewoon bij. Zo, dan is het een kwestie van alles doormengen. Ja, bewaren totdat je gaat eten en dan dus nog even de orzo pasta afkoken, maar dat moet je ook doen net voordat je gaat eten. En dan heb je een heerlijk maaltje. Zo, alles goed gemengd. Dan zetten we hem nu opzij, dek hem af, bewaar hem totdat we gaan eten. Vanavond nog even 5 à 10 minuutjes in de oven. De orzo pasta 7 minuten koken, gewoon in water. En dan zou ik zeggen, eet smakelijk! Zo, dit was weer de kookvideo van deze maandag 14 november. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik hoop dat jullie het vooral heel lekker vinden. Als je dat vindt, geef even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we zien elkaar volgende week maandag weer. Iedere maandag, Kees aan de kook. 3 uur sharp. Tot dan. Doei doei.